Maar ik wil wel aangeven dat ik tot op dit moment, gaan we weer voor de correctie, voor de juistheid kijken. Tot op dit moment hebben we helaas nog niks van meneer Gayadin gehoord. Minadak Inbokong, maar ik heb hem gevraagd van, u bent fractieleider, dus check als Anjim even. Wie van de fractie wij kunnen verwachten. En hij heeft mij dus heel correct gezegd van, ik doe mijn best. Maar tot gisteravond hadden de fractiemensen niet gereageerd. Isabi, en tot op dit moment nog steeds. Dus dan weet u dat. Want Unawana verweet dat we chassen zo oppositiemensen. Isabi, kijk, die oppositie heeft altijd, ook al zouden ze helemaal op tipu zijn, dan reden ze naar Paramaribo om te reageren. Zo werkt het altijd, toch? De oppositie heeft altijd wat te zeggen. En de coalitie in mindere mate. Dus dan weet u dat ik vond het toch wel nodig om dat aan u. Als ik het naar u toe trek. Dat aan u te vertellen. Is het zo? Ja. Zodat u dat weet. Tirebakanda Wotakinanga, mevrouw Del Castillo, is dus weliswaar alleen hier. Ik heb later ook nog een reactie van meneer Ibu Jones. Maar ik wil die mensen wel vragen, want wanneer u kritiek levert, if Iventaki in de eens na meneer Agaiber Singh zijn beleid, ik wil het heel duidelijk zeggen, want het is bijna misgegaan gisteren als ik niet had gecorrigeerd. We willen, dus kijk, het gaat niet om de mensen hun geloof, en daarom solliciteer ik me niet op alleen, toch. Het interesseert me niet wie christen is of hindoe of. Laat dat buiten de discussie. Laten we gewoon zitten op wat heeft Agaiber Singh gedaan aan beleid. Isabi, waar heb je er problemen mee? Waar kan het beter? En dan mag je op hem schieten natuurlijk. En dan mag je kritiek leveren. Maar waarom moet je komen vertellen wat zijn broer heeft gedaan? Zijn broer is zijn minister. Isabi, nog zijn zoon of zijn familie. Dus laten we dat even erbuiten laten. Want anders ga ik tegen u optreden en dan worden mensen boos. Ja, je moet ons vrij laten praten. Vrij praten heeft ook grenzen. Dus ik wil u wel vragen daarop te letten. En geloof en ras naar de zaadie. Nergens voor nodig. Dus als u straks met mevrouw Del Castillo gaat praten, laat haar gezin en haar broer en whatever erbuiten. Want die hebben er niks mee te maken. Zij zit hier namens de partij. Mevrouw Del Castillo, Vego. Alles goed met u? Vandaag praten we in ander verband. Vandaag bent u in Baganatori. Ja, ik weet niet. Is het de eerste keer of was ik er eerder af? Was mij de eerste keer? Nee. Je hebt vaker volgens mij, je weet het. Ja, maar dan bent u. Uit interviews. Dan bent u niet live, toch? Live, ja. Ja, we hebben wel een telefonische live gedaan. Ja, ja. Maar ego? Ja, meneer. Alleen is het zo heet buiten, man. Onvoorstelbaar. Oké, misschien kunt u ons vertellen, voordat we beginnen, eens een beetje breken. Hoe bent u eigenlijk in de politiek beland? Ja, want we hebben altijd Winston Jessen gekend. Hoe bent u erbij gekomen? Nou, het heeft te maken met, het is eigenlijk begonnen door, kijk, de coup van 1980. Toen was ik een tiener. En het heeft dus veel effect gehad tijdens mijn opgroeien. En de eerste verkiezingen zijn we dus met veel verven gegaan. Er was een zekere overtuiging, de militairen terug naar het kamp, burgerregering. Iedereen is gegaan, stemfrontaal. Ik denk dat je het ook kan herinneren. Ja, we hebben stemfrontaal gedaan. En toen is er weer een coup gekomen. En ik was zeer, zeer gedesillusioneerd na die coup. Omdat zowel het parlement als de toenmalig president zijn in noem het maar, scootervaart ervan doorgegaan. Hebben direct alles overgedragen en gezegd van ja, liever een levende lafaard dan een dode held. En dat heeft toen in mij iets, aan de ene kant dreigde iets stuk te gaan. En dat was het geloof in politiek en in leiderschap. En ik was overtuigd dat ik nooit meer zou gaan stemmen. En ik was toen net ik had de eerste keer gestemd in 87, dus ik in 89, dus ik was net 23, 22. 87? Ja, 87, dus ik was net 20 toen, weet je. En toen dacht ik van, nou, ik ga niet meer naar de stembus. En toen kwam die verkiezing, werd uitgeschreven voor 91. En
er stonden mensen op en die gingen staan tussen die traditionele politiek en de militairen eigenlijk, toch? Dat was Alternatief Forum, stond op. Daar had je mensen, als je zegt, je hebt altijd Jesserun als voorzitter gekend. Die mensen waren daar, maar ook een docent van me, Ravenswaai, weet je. Die gaf me les op de universiteit. En toen dacht ik van, toen werd iets wakker in me. Van, weet je, van Lukuno, als mensen opstaan om toch dat geloof terug te brengen, dan ga ik het toch proberen. En zo ben ik daar beland. Maar wat is dat verhaal? Want ik heb altijd begrepen, of er werd gezegd, en ik ga u eerlijk zeggen, ik heb nooit echt aan iemand van die A91 gevraagd van, is dat waar? Mm-hmm. Van die partij is opgezet. Het is een Hollandse partij. Nee. Dat is niet waar. Nee, ja, ik heb want het ook gehoord. Toen geschermd met, jullie kregen de Nederlandse nationaliteit. Nou, wat was dat? Nee, we hadden issues. Een van onze issues was het monetair akkoord. En die ander was het gemene best. We waren voorstander van een gemene best. En dan hadden we ons verkiezingsprogramma. En je gaat lachen daarom. Het had de kleur paars. Dus ons verkiezing. En het was het paspoort. Zo heette het. Het paspoort. Bewust paars? Dat paars van het Europees paspoort. Oh, okay, ja, okay. Dat paars van het Europees paspoort. Dus, en het heette het paspoort. En blijkbaar sloeg het heel erg aan bij die samenleving. Die zich ook toen, eigenlijk het geloof in het leiderschap. Dat Suriname in zijn eentje er bovenop zou komen. Kwijtraakte. Dus dat was het. Maar wat ook zo is. Is dat we onze statuten hadden gespiegeld aan een partij. Waar we een verband mee hadden toen. D66. Dus we hadden die statuten enigszins. Maar ik moet ook aangeven. Dat later die statuten toen zijn bijgesteld. Meer naar hoe het in de Surinaamse samenleving gangbaar is. Want je weet, die Nederlanders hebben een heel, heel vergaande democratie. Omdat ze ook een veel grotere samenleving hadden. Dus bij hun, in hun statuten bijvoorbeeld, waren er allerlei regels. Die, als je voorzitter van de partij bent, kan je geen voorzitter van een commissie in de partij zijn. Je weet, dat soort dingen. Om echt die machtsdeling, en dat is ook gezond in feite, dat is waar je naartoe moet streven. Maar in Suriname, als je alles zo stringent gaat verdelen, dan uiteindelijk in je partij ga je waarschijnlijk toch wat mensen tekortkomen, vooral als je pas begint. Dus wat dingen waren toen weer aangepast. Maar ik denk dat van daaruit het idee postgevat heeft van deze mensen zijn een Nederlandse partij. Maar dat was het nooit. Dat was het echt nooit. Integendeel, ik heb de A91 echt altijd gekend als een partij waar iedereen en alles rondliep. We zijn als Alternatief Forum begonnen, combinatie DA91 vanaf 2008. Is het de partij? Het is geen boerenpartij. Nooit is geen boerenpartij. Elitepartij. Nog geen elitepartij. Boy, Luca, het is aan mijn rij. Ik zeg die mensen altijd: even karmi elite. Dan heb ik ook de president en dier. Het is knap voor bouwjaar 2021, 2022, gouden uitvoering. Ano, ja. Oké. Ja, een 5D's Miwani, een lekkere mengelmoes. Maar wat maakt. Wat maakt dat, en je moet tegen me zeggen van nee, Cliff, wat je daar zegt klopt niet. Mm. Maar wat maakt dat wij DA91 moeten categoriseren als een kleine partij? Of is het geen kleine? Jullie zeggen, we geen grote partij. Ik geloof niet in groot en klein. Ik geloof niet in groot en klein. Echt niet, meneer Limburg. Ik geloof daar niet in. Ik zeg, een partij is zo groot als het volk het elk moment die bij de meeting maakt. En dat zien we ook in de wereld gebeuren, toch? Wij houden vaak vast aan de uitslag van een verkiezing. En dan zien we, een partij heeft 20 zetels, een ander heeft 16, een ander heeft 9. En eentje heeft 0. En dan zeggen we, ja, die met 0 is klein. Ik zeg, dat was op dat moment. Maar wanneer je die meting weerhoudt, kan het een heel andere uitslag geven. Dus het is beter om partijen niet als groot en klein te betitelen, maar gewoon als politieke partijen met een bepaalde, en dat heeft men in de wereld vaak, een bepaalde ideologie, een bepaalde basis. Oké, dan misschien moet ik zeggen, wat maakt dan dat bij verkiezingen de partij niet uit de bus komt met 4 zetels? Dat is daadwerkelijk een uitdaging. Ik denk dat wat wij hebben geanalyseerd aan de basis daarvan ligt. 1. De wijze waarop wij naar politiek willen kijken, zeer zakelijk, niet persoonlijk. Ik hoorde je net een opmerking maken naar mensen over het niet persoonlijk reageren. Dat is ook hoe wij issues willen benaderen. Maar dat betekent dat er een cultuuromslag in onze politiek moet plaatsvinden. En dus ook in de kiezer. Dus die boodschap van ons is, denk ik, heeft vaker een afstand naar de kiezer gehad die we niet goed hebben overbrugd.
Maar daarnaast ook het feit dat we ook in combinaties altijd hebben deelgenomen. We hebben altijd in combinaties deelgenomen en we stelden nooit als prioriteit dat we zoveel plaatsen moesten hebben. We namen genoegen met één plaats in Paramaribo en de rest kon alle andere zaken invullen. Zolang maar de programmapunten waar we voor stonden onderdeel waren van het partijprogramma. En dat heeft, en je weet, als mensen in de politiek zich aansluiten, dan hebben ze ambities. Ze willen persoonlijk ook verschil gaan maken. En als ze het idee hebben dat je dan niet aan de bak gaat komen, want pres no de, was er onderhandeld wordt, is naar zo aan pres de mijn actie, dan gaan ze afhaken. Hmm. En dat hebben we ook veel gekend. En het, weet, in onze partij, in ons land is politiek ook zeer persoonlijk, in die zin van, je moet heel veel kernen hebben. Men moet je overal in het land zien, de man moet tak nangai, de man moet nyan nangai. If I stand that name, sal de mij gwe. Toch? Want dan voelen ze zich afstandelijk van je. En dat is ook iets waar wij heel veel energie in hebben moeten steken. En nu nog steken om die inhaalslag te plegen. Baganatori met Angelique del Castillo. En zeg je geen meneer Limburg hoor. Niet mag. Ik wilde je vervelen. Lim of Cliff. Oké, Lim of Cliff. Kijk, wat wilt u bereiken in die politiek? Ik ga u eerlijk zeggen, niet omdat u hier zit. Als ik soms kijk naar de debatten in DNA, dan zeg ik van, eigenlijk moeten we dat, en het heeft ook niks met scholing te maken, denk ik hoor. Het heeft te maken met hoe je bent gevormd, ook politiek, toch? En ik denk dat wij met z'n allen het eens zijn met elkaar, dat wat daar gebeurt nu in DNA, dat we gaan niet iedereen over één kam scheren, want er zijn DNA-lieden waarvan ik zeg van, deze is geknipt ervoor. En ik heb het ook niet over mensen die met geweldig Nederlands praten. Want ik vind niet dat ik maar veel in derde, maar moet straks aan de tongen. Om iets duidelijk te maken, dan moet hij die ruimte krijgen. Ook al is het Nederlandse voertaal. Maar wat ik wil zeggen is, we moeten terug naar de tijd waarbij DNA-lieden schitterden in hun performance. En ik denk persoonlijk, nogmaals niet omdat u hier zit, dat u een goede job zou kunnen doen in DNA. Ik denk niet dat u president wil worden. Want waarom moet iedereen president worden? U zou een goede DNA volksvertegenwoordiger worden. Zoals ik ook vind dat Toos een heel goede DNA-lid zou. En Ibu Jones, die is als jongere ook iemand met veel potentie. Maar wat wilt u bereiken? En weet u, we zijn zo in Suriname een beetje voorzichtig geworden met, ja, nieuwe gezichten. We zien wat de nieuwe gezichten en mensen, mensen die mooi praten, wat ze uiteindelijk doen wanneer ze daar zitten. Wat wilt u bereiken? En begrijpt u wel de bezorgdheid bij de gemeenschap wanneer er gezegd wordt van, meneer vertrouw politiek smamoro? Ja, ik begrijp die bezorgdheid, omdat het is het gevolg van een ervaring. Het is precies als iemand die al twee keer door een hond gebeten is en zegt, if mi shidagu me tik trapasi, want ik vertrouw geen van ze meer. Toch? Dus dat wil ik begrijpen, maar tegelijkertijd zeg ik ook altijd aan die mensen, van, ze hebben zichzelf niet daar gezet, naar you put ding. Dus jij moet teruggaan naar jezelf, hoe heb je besluit genomen om daar te stemmen? En als je op diezelfde wijze weer gaat, naar Samyo Kisi. Toch? Dus het is een opdracht die ook terugwerkt naar ons als kiezers. Maar wat betreft wat ik wil bereiken. Wat ik wil bereiken aan mijn hele. Ik streef ernaar om dat vertrouwen in de politiek bij de mensen terug te brengen. Door ze aan te tonen dat het daadwerkelijk één mogelijk is om eerlijk bestuur te hebben in ons land. En ik zeg je, Lim, er zullen altijd missers zijn een bepaald moment, maar het gaat erom hoe je dan de consequenties daaraan verbindt om het vertrouwen vast te houden. Dus dat is wat ik wil. En dat wil ik doen door daadwerkelijk die wetgeving aan te pakken op een wijze. En je raadt het goed. Mijn favoriete plek, als ik in de politiek op een plek zou geplaatst worden via het volk, is de DNA. Omdat je daar die kritische noot kan laten horen. Elke keer kan waken over de belangen van de samenleving. Kan kijken dat men zich aan hun woord houdt. Als er iets niet mogelijk is, dat je andere oplossingen zoekt die naar hetzelfde doel leiden. En dat je met die samenleving continu in gesprek blijft. Het is een opgave, want als je je werk als parlementariër goed doet, is het een fulltime job. Ik ben ook voorstander daarom dat het een fulltime job moet zijn. Toch? Want je moet wetten bestuderen, je moet kijken hoe het in andere plaatsen met hetzelfde probleem, hoe zij dat hebben opgelost. En je moet met je samenleving praten. En je moet continu oplossingen breien die de samenleving de mogelijkheid geven beter te zijn,
van morgen dan ze vandaag waren. En het vertrouwen te behouden dat je ze niet voor de openlijk en weet je, gewoon, hoe zou je dat zeggen, bewust voor de gek heb gehouden. Zoals of kisas toeroe. Dus wat ik wil doen daar, is de samenleving aantonen. Want ik ben niet de enige. Dat de samenleving zich herkent in wat ik doe. En zegt, ik ben ook zo. Dus er is hoop voor Suriname. Want er zijn meer eerlijke mensen dan oneerlijke mensen in dit land. En ook de politiek, de partijpolitiek, is geen synoniem voor een boevenbende. Het hoort te staan voor mensen die beleid maken vanuit een bepaald vertrekpunt, wat we ideologie noemen. Toch, wij zijn een liberale partij, dat we zeggen, we geloven dat de vrijheid van elk individu een beetje fundamenteel is. Dus op die manier, elk besluit dat ik neem, moet men daarnaar terug kunnen leiden en zeggen, zelfs als ze niet eens zijn, zeggen van, mij niet eens, maar mij begrijp voor ze aan dat takkie, want in een liberale partij. Toch, dus dat mensen die voorspelbaarheid terugzien, hun belangen herkennen, belangenbehartiging, en dat het vertrouwen in die samenleving terugkomt. Want kijk, Lim, een land kan je niet ontwikkelen zonder politiek. Dus als je geen vertrouwen meer hebt in de politiek, is het antwoord niet om niet meer te gaan stemmen. Want dan krijg je zeker weer wat je niet wil, want die mensen gaan wel stemmen. Dus je moet gaan stemmen voor wat je wil hebben. En je moet durven daarvoor te gaan stemmen. Want dat is, mensen worden vaak ontmoedigd, toch? En mensen wordt gezegd van, nou ja, een vrouw is dat mooi, kan daar nou wat eerlijks maken. Maar en ook kies voor roesting in om stemje. Natuurlijk, als je niet voor mijn stem krijg ik geen stemmen, toch? Dus daarom zeg ik, het is, hoe zou je dat zeggen? Als je het wil, moet je ervoor gaan. Ja. Oké, maar ik denk dat ik na vandaag, na de volgende quote, ga ik u niet meer horen, denk ik. Oh. U bent veel in het nieuws. U bent actief in het becommentariëren van de dingen die gebeuren in Suriname. Maar ik denk dat de president met de volgende opmerking die ik zal laten horen, dat hij uw wind uit de zeilen heeft gehaald. Laat me horen. En dat zult u mij zeggen van, nou, Cliff, je hebt geen gelijk, maar ik denk dat als de president dit zegt, dan zeg ik van oké, maar dit is wat ik zo vaak zelf ook hoor van die A91 onder andere. Mm-hmm. Ook zien we dat het vertrouwen in de politiek over het algemeen aan het eroderen is. En gezamenlijk moeten we discussiëren wat gedaan moet worden om dit vertrouwen te herwinnen. Dat wij een nieuwe, frisse, moderne en aansprekende politiek voering en cultuur nodig hebben, is voor mij geen punt van discussie. Een politiek voering die de partijpolitieke grenzen overschrijdt. Een politiek voering gebaseerd op normen en waarden die in dienst staan van de natievorming. Ik zie u smilen. Natuurlijk, want hij is aan boord. Ik heb geluisterd naar die jaarrede toen hij het uitsprak. En toen ik hem deze woorden hoorde zeggen, ging ik gauw bladeren door mijn speeches om te kijken waar het was weggeplukt. Want dit is precies wat wij werkelijk heeft, ook heeft zeggen. Hij heeft het gekopieerd. Dus maar dat mag toch, jullie hebben geen monopolie. Dat mag, absoluut. Toch, je bent juist blij als het gebeurt. Maar waar het vastloopt, is dat hij in de positie is daar uitvoering aan te geven. Daar inhoud aan te geven. En dat gebeurt niet. Toch, ik zeg het nu, maar ik kan er nog geen uitvoering op brede nationale schaal aan geven, want ik ben niet in die positie. Dat is iets wat mensen, weet je, wanneer met ze praat, wat ze zeggen van, ga je dat echt doen of niet? Ze kunnen nog twijfelen. Bij hem zouden we niet meer moeten twijfelen, want het zou alleen uitvoering zijn vanaf dag 1 dat hij aantrad. Want vergis je niet, in zijn verkiezingscampagne had hij onder andere, niet dit precies zo, maar dergelijke zaken ook voorgehouden. En het is niet gebeurd. En we zijn nu bij zijn derde jaar reden. En nu zegt hij eigenlijk precies wat wij altijd zeggen. Maar hij doet het niet. En dat is wat zo vernietigend is. Omdat die samenleving dan, op die wijze, erodeert hij dat vertrouwen nog meer. Omdat mensen zeggen, ik kan tak mooi, maar nee, doe ik. Maar zou de nieuwe politiek ook niet moeten zijn van, luister nou, ook al is de man aan de andere kant van de politieke tafel, we moeten hem ook kunnen zeggen van, je hebt gelijk.
Waarom is er altijd wantrouwen vanuit de mensen? Er is geen wantrouwen, het is bewijs slim. Hmm. We hebben toch gezien hoe hij tot nu toe heeft gewerkt. Dus als hij deze wijsheden voor ons opzegt, waarom heeft hij het nog niet in uitvoering gebracht? Waarom zegt hij het ons nou na 3 jaar, de derde jaar reden, herhaalt hij? Het is, bij hem is het gewoon politieke retoriek. Toch? Er is geen in. En hij heeft, hij heeft de capaciteit daar invulling te geven. Hij heeft alle instrumenten ten dienste, weet je, om daar inhoud aan te geven. En dat heeft hij tot nu toe nagelaten. Integendeel, wanneer mensen hem erop wezen, werden we verweten van jaloezie. We werden verweten dat als wij dingen etnisch zien, dan zijn wij die racisten. Weet je, dus dan zeg ik van, waar gaat dit heen? En weet je wat ik erg gemist heb gisteren? Hij heeft niet aangegeven hoe hij dat in uitvoering gaat brengen. Hoe gaat hij dat doen? Wij hebben bij hun aantreden zich aangebevolen om het Nationaal Integriteitsplan uit te voeren. Landelijk, nationaal. Het zou betekenen dat ook, dan zou je gelijk een issue hebben waar iedereen zijn bijdrage levert. NGO's, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven, noem het maar op. Iedereen zou een rol te vertolken hebben in het Nationaal Integriteitsplan. Onderdeel maken van ons onderwijs, zodat je gelijk gaat naar dat nationaal gevoel. Het meer begrip en diepgang van mekaars cultuur kweken. Weet je, die eenheid smeden. Maar het is niet gedaan. En dan wordt het weer herhaald. Ook iets dergelijks hoorde ik ook weer gisteren in de jaarrede. Werd weer genoemd. En ik denk van, weet je, we moeten ophouden om te denken dat het uitspreken van iets een toverwoord is. En het als bij toverslag daar gaat zijn. We hebben het ook meegemaakt bij vorige regeringen. Die gaan het over economische diplomatie. En dan zou het er al zijn. Het werkt niet zo. Wanneer je iets zegt, geef me aan hoe je het gaat doen. En dan heb ik meer belief, want dan weet ik dat je er diep over nagedacht hebt. Ja, oké. Maar dan wil ik toch nog één quote voordat ik ga naar de bellers en de reacties. Deze heb ik nog niet laten horen in Bakanatori. Maar heb ik hem goed begrepen, komt het volgende bij u over als een soort handreiking? Want zo zie ik het. Het wil bijna lijken op een soort handreiking. Laten we even luisteren. Zo, en dan hoor ik niks. Maar natuurlijk gaat hij niks horen als ik verkeerde dingen indruk. Dit even snel inschuiven. Het gaat zo. Onze natie kan alleen goed en duurzaam ontwikkeld worden als een ieder collectief en individueel meewerkt en samenwerkt om zo optimaal mogelijk een vredig en welvarend Suriname te realiseren. En op basis van de gevoerde hearings in april en mei jongstleden zullen de verschillende platformen komende week opgezet worden, welke uiteindelijk zullen uitmonden in een nationaal dialoog, zodat de visie, kritieken, opvattingen, uitdagingen, etc. vertaald kunnen worden in betrokkenheid en maatschappelijke inzet bij het bij- en aansturen van het regeerbeleid. En ik doe vandaag ook een beroep op de oppositie en alle andere organisaties in Suriname om niet alleen kritisch te zijn, maar ook daadwerkelijk mee te helpen. En ik nodig u uit uw bijdrage ook op die manier te willen leveren. Nationale eenheid, saamhorigheid zijn belangrijke elementen, meneer de voorzitter. Ook politieke eenheid waar die afwezig is, moet gedemonstreerd worden. En als hoofd van de regering is het mijn taak om het bestuur van het land te onderbouwen met noodzakelijk politiek draagvlak, conform de afspraken gemaakt in het regeerakkoord. En u mag ervan overtuigd zijn, meneer de voorzitter, dat ik in de komende periode hier nadrukkelijk aandacht aan zal schenken. De man zegt ons, wat hiermee? Of niet? Ja, dus wat hij stelt is correct. Wat je nodig hebt voor eenheid. En het is natuurlijk een lofwaardig voornemen.
want dat had hij ook, toen hadden ze ons aangegeven dat er platformen zouden komen, sociaal-economisch, sociaal-maatschappelijk, financieel-economisch, politiek, bestuurlijk, waar binnen groep mensen en partijen zouden kunnen participeren. Maar natuurlijk, en wij als partij, kijk, dat zeg ik je ook steeds, wij hebben vanaf ze aantraden ze voorzien van ideeën, van voorstellen, van suggesties tijdens hun zittingsperiode. Je weet, de afgelopen 2 maanden terug, toen het zo moeilijk was, hebben we zelf de meest moeilijke positie ingenomen door ze toch weer van advies te dienen in plaats van tegen ze op te trekken. Hebben we dat ook weer gedaan. We zijn steeds bereid. Echter, het moet niet bij woorden blijven. Als wij meedoen in een dergelijk platform, dat kan ik gelijk meegeven voor het geval mensen van de regering ook zouden luisteren. We zullen zeker meedoen als we worden gevraagd door de president om te helpen het land bij te sturen. Maar het gaat niet vrijblijvend zijn, want het is onze tijd, energie die we daarin stoppen. En het volk moet er iets voor terugkrijgen. Dus wat wij eisen is langs vaste standaarden, op basis van de principes van goed bestuur, met concrete plannen, wat ik net aangaf dat ik ernstig mis, concrete plannen en tijdslijnen, zodat dingen gemonitord, geëvalueerd kunnen worden. En je ook kan zien van, heeft het zin? Wordt er serieus mee omgesprongen? Zijn we serieus bezig met dat beleid bij te sturen? Of is het alleen maar window dressing? Toch? Om het idee te wekken, om eigenlijk, zeg maar, die woede die opbouwt in die samenleving, om dat een beetje in de kiem te smoren door te zeggen, kom, je mag een beetje meedoen. Want voor ons gaat het niet erom om een beetje te mogen meedoen. We willen verandering hebben voor die samenleving. Omdat we zeggen, het kan, het moet, en daar willen wij een bijdrage aan leveren. Noem eens 3 dingen waar de regering volgens u op een compleet verkeerd spoor zit. 3 sansa eigenlijk de mafia naar je dat. Ja, de wijze waarop ze omgaan met hun benoemingsbeleid. Dat is geen geheim. De wijze waarop ze omgaan met het sociaal beleid. De sociale noden van de mensen die het ergst hebben, die worden niet. Daar is niet voldoende aandacht voor. En de wijze waarop ze omgaan met zaken zoals onderwijs en gezondheidszorg. De investeringen die daarin moeten geschieden. Toch de investering in het behoud van kader. De president praat in zijn jaarrede gisteren over het aantrekken van kader uit het buitenland, omdat wij niet voldoende hebben. Ik zou denken dat hij eerst moet praten over hoe hij het kader hier behoudt. Alvorens hij praat, want kader uit het buitenland halen gaat je ook geld kosten. Dus waarom ga je beginnen te kijken hoe je kan investeren in je kader dat je hier hebt, om het te behouden en op een hoger niveau te brengen. We zijn niet tegen deskundigheid uit het buitenland. Maar je moet je eigen kader toch wel eerst proberen te behouden. Mensen, u mag bellen naar of met de studio, de lijn is vrij. Ik vraag u nog een keer, hou het correct. De gast wordt altijd met de nodige correctheid of conform de fatsoensnormen behandeld. En give us a call op beide nummers 8781482 en 547330. We zitten live in deze Bacanatori en ik dacht, ik heb iemand aan de telefoon. Goedemiddag, ik ben de uitzending. Goedemiddag. Middag, wat is uw naam? David. Ik heb geluk, man, dat ik vandaag als eerste ben. Ja, ik dacht dat u vandaag alleen zou luisteren. Wat zei u? Nee, gaat u gang. Ik kan dat u het verkeerd begrijpen. Ik nou. De DA91, u zei het eerder, is een Hollandse partij. Die partij werd opgericht in de ambassade, de Nederlandse ambassade. Ze mag zeggen wat ze wil, maar dat is het, hè. En de DA91 was ook de eerste politieke partij die trapte tegen de reparatieuitkeringen van Surinamers met meneer Jasrundar. Reparatie voor 250 jaar onverloonde arbeid, waarbij een productie van 223 miljard geproduceerd wordt. Dat moet gerepareerd worden. Maar ze raden NL dat af. Ja, ze zegt wel dat DNA-leden niet worden meegenomen, maar de meest lui lekkere overheidsbaan en inhoudsloze baan, ja, heeft meneer Schalkwijk gehad. Hij is ambassadeur van de VS. En wat hij nu probeert te doen, is Taliban, mensen uit het Taliban-land, vluchtelingen naar Suriname te krijgen. Dat is afschuwelijk, hoor.
Ja, maar wat is uw vraag precies? Want ik heb uw vraag nog mijn vraag is, u wil werken met de VHP. Maar wie gaat samenwerken met de VHP? Wanneer men ziet hoe ze het personeelsprobleem aanpakken. Hoe hun standpunt is tegenover het feit dat dagelijks honderden kilogram goud belastingvrij, ongecontroleerd het land verlaten. Wie gaat met de VHP samenwerken wanneer we denken dat het grootste exportinitiatief ooit in Suriname para-industries. Weet je hoeveel miljarden para-industries vandaag geëxporteerd zou kunnen hebben? Dat ze dat helemaal kapot gebombardeerd hebben. Wie gaat met VHP samenwerken als ze het Cassava-project kapot gepraat hebben? Oké, goed, dat was de vraag. Dat was de vraag, maar ik wil ook wat zeggen over de Belastingdienst, jongen. Ja, maar misschien kunnen we naar de andere bellen, dat kunt u... Nee, maar ik ben belastingconsulent, toch? En ik weet er nog wat van. Ja, maar dan moet u niet te lang praten, hoor. Want als u te lang praat, kunnen mensen niet... houd u het kort en zakelijk. Ga die gang. Oké. Kijk, toch. Bij goede en slechte regeringen, hè, zijn de meest corrupte financiële diensten in Suriname de douane, de inspectie der directe belasting en ontvangen der belectie. Hoe de situatie nu is, ja, is dat mensen daar werken bij de Belastingdienst die dagelijks beslissingen moeten nemen en moeten rechtvaardigen over miljarden die mensen die, die in de handel en in Suriname gang nemen. Hè? En die mensen moeten goed betaald worden voordat je dit ding gaat veranderen. Ja? Er moeten correcties plaatsvinden. Ja? De inspectie... Ja, heeft zomaar eens hoor, op een blauwe maandag gezegd van hé, alle uitstaande vorderingen, daar moet rente op betaald worden. Dus als je 10 gulden vandaag moet betalen, heb je over een jaar misschien 100 gulden te betalen. En dat doen ze terwijl uitstaande vorderingen, stel je voor je moet geld terugkrijgen van de belastingen. Al wacht je 10 jaar erop, je krijgt geen cent aan rente terug. En dan wil men de Belastingdienst nou gaan... verzelfstandigen. Er moet heel veel gebeuren, hoor. Ja. Oké, dankjewel. Oké, broer. Daar hebben we een andere beller. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Cliff, ik ben Tyson, ja. Mevrouw de Karsian, goedemiddag. Goedemiddag. Oké, hoe gaat het met u? Oh, het gaat wel. Mooi, mooi, mooi. Ik ben blij. Mooi. Ik moet nog eens naar toe om alles maar te verstaan. Mm-hmm. Wat gaat hij voor ons doen? Zou je doen die abbesen aan bevolking dat ook abribi dat te u kon? Dat kon dat, ik zeg maar wat dat die inige te kon, was je een verandering? Wat zijn die dingen? Zijn er de eerste zijn zou je pak aan? Toch? Van ik kan kiezen den ghettos maar dat een luku te mi kon, dat dis moet doen, maar anom tan attack je wang. Anom tan attack je wang, am muzu. Je moet maar zo naar bevolking dat hij lukt, maar dat hij hem dwingt. Dus de vraag voor mij, dat van jou kan boeien me naar een partij voor jou, van jou kan make me harris maken in een partij, zou je doen als een bevolking dat kan moeten uit de situatie zijn, hoe de in en hoe de. Tweede vraag, mocht het zijn, die een zeg maar, op 20 zetel, gaat u samenwerken met de NDP of met de VHP of met NPS? Dat is de toevraag van mijn Sabi. En het is alleen mevrouw de Kassion, u nog vergeet de ghetto's, maar dat is maar niet de ghetto, maar de ghetto's, maar ik was stem. Mevrouw Wien? En dat is maar zei dat in de erkok of zo. Dat is maar zei dat er aan de maat niet was stem naar de ghetto's, maar dus u nog vergeet des maar dat die. Mijn Arkie Morofara. Oké, dankjewel. Maar je was heel traneel, mevrouw Angelique. Goedemiddag, u bent er uitzending. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Hallo. Geen reactie dan. 547-330 en 8781-482. Goedemiddag, u bent er uitzending. Ja, goedemiddag, meneer Levy, dit is Gerald. Goedemiddag mevrouw Del Castillo. Goedemiddag. Anyway, dus ik sprak over een wereld CC kamerkleden in het assemblee. Maar toch kreeg ik het gevoel, omdat ik de assemblee vaak volg,
En men met soms zware aanklachten maakt tegen persoon of organisatie. En dat het daarbij blijft. Alsof de assemblee geen power heeft om iets te doen. Het lijkt alsof de assemblee gewoon een geklaag is. En dat men maakt een aanklacht tot iemand of groep. En dat men kijkt naar de bevolking, omdat die bevolking in actie komt. Maar die bevolking komt niet in actie. Wie moet in actie komen? Als er zoiets wordt, dat weet je, die assemblee lijkt als het ware gewoon maar een klacht voor, met verder niets. Mm-hmm. Dus dat wil ik je vragen. Oké. Okay. Dankjewel. Dat is mijn vraag. Oké. Okay. Goedemiddag, ik ben de uitzending. Goedemiddag, Venter. Mevrouw Castillo. Ja. Wat ik zo'n beetje ook heb gemist is capaciteitsbuilding. Dus mm-hmm. dat heb ik de president niet horen rappen over. En sociaal paragraaf was ook zo'n beetje vaag en zwak. En over die instituten die opgezet moeten worden om die productie op gang te brengen. Dat heb ik de president ook niet horen rappen, mevrouw Krasiele. Dat zijn mijn opmerkingen. Venter. Okay. Ja, en dat is zo minder leuk hoor, bij opbelrondes. Zonder wie dat ook. Het is geen vervelende opmerking, maar je hoort geen. Je hoort geen nieuwe stemmen. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Dag, Cliff met Hikmat. Maar wat kan uit Nederland? Hey, Hikmat Vego. Ego. Je verrast me, maar voor het eerst praten we live. Ja. Omdat ik dacht van nou, ik heb de kans om mevrouw Castillo live een vraag te stellen waar ze hopelijk wel antwoord op gaat geven. Kan je wat luider praten? Ik hoop dat het zo te horen is. Ja, ga je gaan. Mevrouw Castillo, u had veel kritiek op deze regering, terecht trouwens. U heeft op diverse momenten aangegeven dat u in contact wilde treden, als u had opvattingen hoe dat beter zou moeten gaan, of beter zou moeten zijn. Ook dat is goed. U kreeg in ieder geval geen gelegenheid om op bezoek te gaan bij de president om uw gedachten te delen. Dat heeft heel lang geduurd. Dankzij de protesten van Organic bent u wel in de gelegenheid geweest, althans u heeft gekozen om in gesprek te gaan. Wat ik zelf wel verrassend vond, maar oké, u heeft keuze gemaakt. Ik vond het een inschattingsfout, maar prima. Maar nu dit. U bent dan aan tafel gegaan. En u heeft genoegen genomen om met de tweede viool, Albert Ramdien, koffie te drinken in plaats van de president. Dus ik zie dat als een inschattingsfout van u. Ook daarvan zou ik zeggen, zwaar. Maar nou komt het. U heeft gekozen om een gesprek te voeren. Dat is inmiddels meer dan 2 maanden geleden. En de president heeft u gebruikt, misbruikt. En heeft uiteindelijk niks geleverd. Waar staat u nu en hoe gaat u nu de president hiermee confronteren om te zeggen van nou, ik, mevrouw Castillo, ik, DA91, heb gekozen om niet te demonstreren, met u in dialoog te gaan en u neemt mij ook in het oogje. Hoe gaat u dat doen en wat vindt u daarvan? En als het nog baksies mag, ik ben erg nieuwsgierig. Als DA91 in de regering komt, wat is uw gedachten concreet hoe een regering samengesteld zou moeten zijn? In de zin van aantal ministeries, welke ministeries komen te vervallen, dan wel samengevoegd. Hoe ziet volgens u het openbaar bestuur uit? Maar goed, als dat te veel is, dan hoor ik u graag uw opvatting over uw gesprek met de regering. Dank. Ja, dank u wel. Goedenavond, of goedemiddag daar. Hi. Oké, we houden de bellers even aan, dan kunnen we deze vragenronde beantwoorden. Het is inderdaad een opmerkelijke vraag, mevrouw Angelique. Ja. Want ik denk dat de meeste mensen die met de president willen praten, de meeste, genoegen moeten nemen met meneer Ramdien. Ja, nou, we hebben gemerkt dus dat de president... Sorry,
Ja, uh-huh. We hebben gemerkt, dus dat is vanaf zijn aantreden, dat de president, ik ken vele organisaties, zelf investeerders, die nooit hem bereiken, ze komen of bij meneer Ramdin, of ze kwamen bij de vrouw van de president zelf. Op sommige momenten werden ze naar daar verwezen, tot hun grote ergernis. Maar als ik met het laatste kan beginnen, kan ik zeggen van DA91 heeft een zeer wel overwogen en bewuste keuze gemaakt om de positie in te nemen die we hebben ingenomen. Als verantwoorde politieke partij, een democratische politieke partij, die ook ervan uitgaat dat wanneer wij zaken ondersteunen, we duidelijk moeten weten waar het naartoe leidt en waar het voor is en wie erachter staat. Dus we hebben dat toen duidelijk genoeg gemaakt. Het was een heel duidelijke positie. Bovendien hebben wij... Kijk, het idee wordt steeds gewekt. En dat het dankzij de demonstratie was dat wij in gesprek gingen. Wij zijn democraten. Dat betekent, we zien het als onze rol als partij, om vanaf het aantreden van deze regering, dat heb ik eerder ook aangegeven, de regering te voorzien van onze kritieken, maar ook onze oplossingsmodellen. Omdat we dat nooit voor onszelf houden. Het gaat bij ons om Suriname. En dat sluit gelijk aan op wat die ene heer zei, dat we willen samenwerken met de VHP. Dat is absoluut niet gezegd. We werken voor een beter Suriname. Ongeacht in welke positie we ons bevinden. En van daaruit hebben we dus de regering verschillende malen van informatie voorzien, gevraagd en ongevraagd. We hebben een levendige briefwisseling gehad met de regering. We hebben met het parlement ook vaker aan tafel gezeten, met de voorzitter, de ondervoorzitter van het parlement. En ook de vertegenwoordiger, de president zelf, maar vertegenwoordigers ook van de president. En in deze, ja, het was natuurlijk jammer, we hebben het ook aangetekend, dat de president ervoor koos om een commissie van 5 of 6 ministers alle gesprekken te laten voeren. Maar wij kijken ook weer naar het instituut des presidents, dat het instituut des presidents respect verdient. Dus net als wanneer de president je ook uitnodigt, dan vinden wij dat je niet kan zeggen, ik ga niet. Toch? Het is het instituut van de president. Tenzij het een zeer principiële reden is dat de president je oproept om moord goed te keuren of iets dergelijks, dan zeg je, ja, ik ga niet. Want je kan in principe, weet je, aanhalen. Maar als de president je oproept om in overleg te treden, dan kan je niet gewoon zeggen, ik ga niet. Want dan heb je ook geen respect voor het instituut. En dat staat los van de persoon. En dat is een van de dingen die we in Suriname wel tot ons moeten nemen. Dus al datgene wat daar werd aangegeven, zoals door meneer Mahatkan als zijn ootje genomen, et cetera, dat is voor ons absoluut niet het geval, omdat we een bewuste keuze hebben gemaakt. En dit is hoe het werkt in een democratie. Je levert voorstellen aan. En als die niet worden opgevolgd door de president en niet in het beleid terug te vinden zijn, dan kan je ze herhalen tot er een punt komt waarop je zegt, nu ga ik keihard werken om die samenleving gereed te maken bij de volgende meting van keus, dus zeg maar de volgende stemming, dat die samenleving weet dat er een alternatief is en daarvoor kiest. Op de wijze begint te denken zoals jij nodig hebt, dat ze voor je kiezen. Want dat is democratie. Dus dat is, en wij moeten ook steeds afwegen waar onze samenleving beter van wordt op een bepaald moment. We zien ook de vakbond. Kijk, vandaag lees ik in de krant dat C47 zeggen, nu is het mooi geweest. Dat punt heeft de vakbond bereikt met de president. Dus, en met de regering. En dat, ze wegen het ook af. Ze komen niet van de een op de andere dag op straat om te roepen de regering naar huis, zonder dat ze weten wat het vervolgtraject moet zijn. Dus wij zijn dat verplicht te doen. En hoe wij concreet bij naar een regering kijken, dat is geen geheim dat DA91 vindt dat een regering zo slank mogelijk moet zijn. We zijn geen voorstander van vergroten van de regering met nog meer ministeries. Het liefst gaan wij terug naar 7 tot 9 ministeries. We hebben in het verleden daar een analyse van gemaakt. Nu wordt die analyse opnieuw onder de loep genomen, omdat politiek dynamisch is, net als onze samenleving. Dus de ministeries, welke er exact gaan zijn, dat is nu nog in studie. Maar we weten zeker wel dat wij als onderhandelingspositie zullen innemen, ongeacht met wie we aan tafel zitten, dat er minder ministeries moeten zijn. En met wie we aan tafel gaan zitten, dat zal afhankelijk zijn van het aantal zetels dat we hebben natuurlijk. Daarnaast van programmapunten en de principes van goed bestuur.
Wij zijn niet van plan om een regering te gaan verkavelen en met mensen om tafel te gaan zitten en te zeggen, er zijn zoveel ministeries, jij neemt drie, jij neemt drie, jij, en dan zijn we klaar, zolang we maar mogen regeren. Want bij ons, ik kom weer terug erop, gaat het erom dat we die verandering moeten brengen. We moeten die vicieuze cirkel doorbreken. Daarnaast, dan ga ik naar die ene meneer Dave. Dat, ik hoef niet zoveel duizendste keer te herhalen, Suriname, dat die geen Nederlandse partij is en ook niet opgericht in de ambassade. Ik ken geen ernstiger, geen ernstiger grap dan dat. Samenwerking met de VAP heb ik al aangegeven. Daar is geen sprake van. Waar we het over hebben is samenwerken, is invulling geven. Als we gevraagd worden voor een oplossing voor iets dat er is, dan leveren we die oplossing als we die hebben. Ongeacht wie daar is, leveren we die oplossing. We gaan het niet wegstoppen en zeggen, wacht maar, pas als wij komen gaan we het doen. Want dan zijn we niet oprecht naar die samenleving. Dus daar gaat het allemaal om. Laat me zien, wat was er nog meer? Ja, ik had al aangegeven, dus dat van die principes van goed bestuur is hetzelfde wat ik net al heb gezegd, toch? Die samen, hoe we zouden, als we 20 zetels halen met wie we gaan werken. Het is gewoon op basis van het programma en die principes van goed bestuur. Die heer van de ghetto. Ja, ik ben blij dat ik ben heel blij met wat hij aangeeft. Want uneen vergita ghetto, unoman vergita ghetto. Want isabi, eigenlijk de politiek, elke keer als ik naar ons programma kijk, Lim, wat ik zie is dat eigenlijk als we echt zouden kunnen uitvoeren waar wij voor staan, als we dat daadwerkelijk in praktijk zouden brengen, de mensen die daar het snelst beter van zouden worden, zijn de mensen die het moeilijkst hebben nu. Want die mensen hebben geen krooiwagi. Die mensen zijn afhankelijk van dat er een regering is die vertrouwen uitstraalt, waardoor er investeerders komen die mensen nodig hebben om te werken, zodat ze werk kunnen vinden. Die mensen zijn afhankelijk van onderwijs dat overal bereikbaar is voor hun kinderen. Dat hun kinderen naartoe kunnen gaan, dat een moeder geen 2000 SRD moet hebben om één uniform, één schooltas en één pak boeken te kopen. Schriften te kopen voor haar kind. En daarom, als ze 4 heeft, zich nu afvraagt, hoe ga ik ze naar school sturen? Toch? Die mensen zijn het juist die er het snelst beter van worden. Maar uitdaging, de Futjarabos Kopugo, Middes Madape, dat onderken ik, dat die uitdaging is. En de eerste dingen die we doen, no de, uno de na regeringsrevi, maar look hoe we doen. We, in Mibri, 16 oktober, we hebben een cursus, ja, die ding verpleegkundigen dan is maar in de zorg. Want gratis masterclass wat je ding. Den kan doen die naar de osso of den kon naar apartheidcentrum. Voes doen, tik a les. Den af pijn notice osso van even die wana certificaat. Ja, certificaat omdat je op de onkosten den pijn voet dat die. Maar we tja a educatie. Toch? We tja renkong. We wroken in de biertie, like la tour en zo. We leerden jongens maar. Voor een leiderschap, voor dat ding kan tik de Libi in de Egi anu. Dat de sap van Libi naar lid fassie. Toch? Mensen met een probleem, bijvoorbeeld, de normaal vinden baso, karta of trasani. We tak naar den, we doen naar den, we zoeken passie met de vinden sani. Zodat ding kan los den probleem op. Ook toe, wat belangrijk zijn zou we doen, alles maar zou ik gooi naar partij en wat op een actieve rol in het bestuur kan de baka verkiezing. We leiden op. Omdat een tak in ook kan sens maar dappen. Voor goed doen sani. Een zin of dat ik ba. Dus if ik kon naar partij. Ik tak iwan troon resort raadslid. Iwan troon districts raadslid. Iwan troon DNA kandidaat. Ano mek uit. We die kader training. Zodat ik leer van hem doa wroko. Toch? Omdat een bribi. Dat hem. If ik sabi van hem mek een keuze. Van hem luku. A politiek. Van hem analyseer sani, dat ik kan maken wat moro betere keuze die schreefie en die kondre. En dat is je pisma satan in a ghetto. Dus no de, uno kan praten monikarta of olikarta, uno de regering. Toch? En uno bribi en praten sani. Sawe bribi, dat we die occasie voor wroko, voor denki, voor leri, zodat ik kan je pisrefie en dat ik met trots kan opstaan, dat ik op wan, ibaka krakti. Toch? Dat no one's man kan carry biggie man. Dat you know one self-made man, like Foutaki, of one self-made uma. Toch? Die occasie dat he. Dat na partij voor nu. En dat zou one do, die is mijn ghetto ook toe. En if you want je voor nu, je van harte welkom natuurlijk. Oké, welke hadden we nog meer? Iemand had gebeld, Gerald. Over DNA. Oh ja, dat vond ik een hele interessante vraag, Lim. Want daadwerkelijk, veel mensen hebben het idee dat de DNA eigenlijk
ja, er voor zomaar is. Toch? Die mensen zitten daar, nemen hun salaris. Ze babbelen een beetje. We zien het vaak. Nu gaan we het weer zien bij begrotingsbehandeling. Ze hebben heleboel klachten en kritiek. Maar tegen stemming komt, stem voor. Toch? En oppositie, standaard stem tegen. Dus dat is een gevoel. Maar het is niet zo. In feite, en ik heb het ook met een aantal DNA-leden erover gehad. Ook in de coalitie. Een DNA-lid is daar direct door de samenleving gezet. Door de stemmen. Een DNA-lidskracht zit dus ook in die samenleving. En wanneer je daar bent en voor iets staat, en dat is iets wat ik vaak zeg, op weg naar de verkiezingen, hoeveel journalisten vragen DNA-leden, wat hun DNA-kandidaten, wat hun visie is voor Suriname en welke rol zij daarin willen hebben. Bijna nooit wordt het ze gevraagd. En wanneer mensen iets vragen, verwijzen ze naar hun voorzitter. Nu gaan we ze wel vragen. Precies, dus nu moeten we ze vragen. Een DNA-lid moet een visie hebben. Precies, want dan moet je committeren. En wat is je rol daarin? Al is het maar één wet die je door het parlement wil krijgen. Maar dan is dat je missie. Daarmee zit je elke keer bij bezig in het parlement. Je ontvangt burgers om erover te praten. Je kan, en wat hij zegt dan ook, dan kan je ook burgers mobiliseren om ervoor op te komen. Maar de realiteit is dat een DNA-lid moet altijd, en niemand moet me zeggen dat het niet zo is, DNA-leden moeten rekening houden met de partij. Natuurlijk moeten ze. Kijk, het punt is, het is een samenspel in feite. Je eigen visie moet ondergeschikt zijn aan die partij. Dat is de realiteit. Nee, in feite zou je eigen visie in uitzonderlijke toestanden. Want in feite zou je visie, als je bewust voor een partij kiest, zoals ik voor DA91 heb gekozen, en ik van al mijn bestuurs- en kaderleden vraag, dat ze zich vereenzelvigen met de ideologie. En met de principes en basisbeginselen van de partij. Als je zegt, dat ben ik ook, dan heeft geen enkel besluit van de partij, want alles moet terug te leiden zijn naar daar. Dan kunnen er kleine nuanceverschillen zijn, dat kan. Er kunnen op uitzonderlijke momenten principiële verschillen komen. Laat me een voorbeeld geven. Luku, liberalisme, vrijheid van de persoon, is het belangrijkste van het individu. Luku aan leek abortus, toch? Abortus overal in de wereld. Tetak aber abortus alas my jumpo. In een liberale, echte liberale visie mag je niet bemoeien. Toch? Dus je kan, de arts kan zeggen van het is gevaar, dus het moet voor 3 maanden, daarmee hou je rekening. Maar je mag niet bemoeien om te gaan zeggen, dus je mag wel een wet maken die abortus toestaat. Toch? Het is niet verboden bij wet. En, de arts, en je kan inzetten de arts op instigatie. De arts moet daarbij oordeel vellen. Er kan iemand zijn in je bestuur of in je DNA, in je fractie, die zeer gelovig is. En van het geloof absoluut niet kan leven dat hij voor zo'n wet stemt. Dan kan die persoon zeggen, op principiële reden ga ik niet meestemmen. En dan is meestal het spel van die persoon dat die persoon dan niet meedoet aan de stemming. Zegt, ik stem niet. Want principieel kan ik en niet voorstemmen. Ja. Daar gaat het mij om. Maar de kerk heeft die persoon niet daar gezet. Dan moet je tegenstemmen. Nee, je kan niet. Want het punt is, Lim, je hoeft niet met me eens te zijn, maar die persoon is niet door de kerk daar gezet. De persoon is door de partij daar gezet. Want we hebben nog steeds een partijstelsel. Kijk, in het Caribisch gebied heb je in sommige plekken waar mensen op persoonlijke basis worden gekozen. Ja, toch? Ze hoeven geen partij te hebben, maar ze kunnen kandidaat zijn. Dan kan je precies gaan zoals je gevoel je zegt. Dat zou ook goed zijn hoor. Want zo ben je gekozen. Maar wanneer de partij je heeft gekozen, dan zeg ik fatsoenlijkerwijs, dan heb je je ten eerste onderworpen aan de, je hebt je gevereenzelfd met de ideologie en de principes. En nu komt er een moment dat je zegt, principieel vanwege een andere oriëntatie die je jezelf hebt, je religieuze oriëntatie, kan ik niet meegaan met deze wet. Dan kan je de partij niet geen schade toebrengen door tegen te stemmen, want de partij handelt vanuit haar ideologie. Kijk, als de partij tegen haar ideologie ging, dan is wat anders. Maar de partij handelt vanuit haar ideologie, en dan zeg je, ik kan in deze niet meegaan, dus ik doe niet mee aan die stemming. Wanneer de kerk je daar had geplaatst, dan kon je tegenstemmen. Weet je, en dit is een dilemma dat vaak gebeurt, Lim, omdat heel veel mensen in ons land hebben verschillende petten op. Soms heb je iemand die in de DNA zit als lid van een politieke partij, maar die persoon is ook vakbondsleider. Komt die partij nou met een stemming die in lijn is met de ideologie van die partij, en dan wil die persoon toch tegenstemmen omdat het niet in lijn is met zijn vakbondsachtergrond. Toch? Dus, en dat zijn dingen waar ik zeg, dan moet je wel heel fijn die kamer doorhalen en zeggen, wie
op wiens, met wiens idealen en principes ben ik die campagne ingegaan. Want je moet, ik bedoel, we gaan niet de campagne in met een carte blanche van stem op me dat Yoshi Samodu. Toch? Je geeft de basis eigenlijk, de garantie eigenlijk die mensen moeten hebben, is dat ze weten vanuit welke hoek redeneer je. Vanuit welke hoek ga je dingen beoordelen. En dat is je ideologie, dat zijn je basisbeginselen, je principes. Trouwens, slim, je weet, elke partij moet basisbeginselen hebben in ons land en ze moeten ze elk jaar publiceren. Ik weet niet wanneer ik voor het laatst van een partij basisbeginselen gepubliceerd gezien heb. Weet je, en dat zijn die dingen in onze wetgeving die niet worden nageleefd, waardoor burgers eigenlijk alle houvast kwijtraken. Hmm. Maar okay. Laat me kijken, is er nog iets wat ik was ik vergeten? Ik heb de vragen niet genoteerd. Mm-hmm. Nou, dus ik ging ervan uit dat u dat deed. Ik had nog iets. Er was nog één. Die meneer die had eigenlijk alleen aangegeven wat hij had gemist. Dat van die capaciteitsbinding en van sociale, wat was het weer, paragraaf. Dat het niet erg helder was. En er was ook nog iets van, dat kan ik niet goed, ik kan mijn eigen handschrift niet goed verstaan hier. Maar in ieder geval, ik denk dat wat hij aangaf zijn zaken die ik ook heb gemist hoor. Die ik zeker ook heb gemist. Wat ik eerder aangaf, hoe behoud je je eigen kader? De sociale paragraaf, van wat voor programma's komen er? Weet je, dat kinderen gestimuleerd worden hun beste beentje voor te zetten op school. Dat onze eigen mensen continu bijscholing en verdiepende scholing kunnen volgen. Dat onze kinderen zo goed eten hebben op school, zodat ze ook goed kunnen leren. Dat soort zaken heb ik niet gehoord. Heb ik echt moeten ontberen. En ook, hoe gaan we omgaan met dat het onderwijs landelijk bereikbaar is? Ik merk dat in de jaarreden er nog steeds zeer traditioneel gekeken wordt naar scholen bouwen in bepaalde gebieden in het binnenland. En daar blijf je natuurlijk lichtjaren achter, want het is zeer duur en kostbaar. En dat er eigenlijk niet gesproken is over wat ik noem die internet highway, die door het hele land moet gaan. Hmm. Zodat iedereen toegang heeft tot internet. Niet alleen voor onderwijs voor jongeren, maar ook voor volwassenen, ook voor ondernemerschap, ook voor je gezondheidszorg en ook voor je landbouw, weet je, voor je productiesector. Het internet beschikbaar hebben landelijk, maar weet je, creëert een compleet nieuwe beleving van ontwikkeling voor zowat elke Surinamer. Dus dat heb ik gemist, hoor. En wat me ook opviel is dat alle kritiek die zodanig was dat men zegt dat de regering tekort schiet, werd op een hoop gegooid met, hoe heet dat, social media misbruik, et cetera, en aanvallen. Oh ja. En dat vond ik een heel zwakke statement eigenlijk. Waarom vond je het zwakker is inderdaad zo toch dat social media soms misbruikt wordt? Ja, maar ik denk, ja, dus social media is toch niet de schuld van HPSG? Natuurlijk. Social media is toch niet de schuld van NV Surfing? Toch, het enige waar je social media schuldig aan kan verklaren is dat het nieuws als een lopend vuurtje is verspreid. Mm-hmm. Toch? En in social media is niet beperkt tot Suriname, het is door de hele wereld. En social media wordt ook door de regering gebruikt met CDS, et cetera. Dus je moet, wanneer je merkt dat er zoiets, social media een plaag wordt, en je weet het aan een gebrek aan moreel-ethische standaarden, zie daar waarom heb je het Nationaal Integriteitsplan nog niet uitgevoerd. Hmm. Oké, okay, eigenlijk heb ik u gevraagd om te komen om te praten over de jaarreden. We gaan zometeen terug naar de bellers, mensen, even nog geduld. Maar op een gegeven moment heeft de president ook over dat van de visvergunningen gesproken. Mm-hmm. Zijn er nieuwe ontwikkelingen binnen die case die u zijn opgevallen? Want hij zegt, we moeten wel via die diplomatieke weg de zaak. We gaan niet in de media. U bent zelf ook diplomaat. U kunt zich daarin terugvinden. Dat is onder normale omstandigheden. Kijk, je kan zeggen van je gaat via diplomatieke kanalen. Dat is waar beide landen voor zouden moeten kiezen. Toch? Want als je zegt je bent partners, er is wederzijds respect. Dan zou dat blijken dat ook Guyana zich dan zou bedienen van de diplomatieke kanalen om met jou in overleg te gaan hierover. Maar dat is dus niet het geval. Integendeel heeft Guyana, weet je, op alle podia die hun beschikbaar zijn en vanuit zowat de hoogste leiding van het land Suriname beklad en voor onbetrouwbaar uitgemaakt. En zelf, er is zelf aangegeven dat we altijd zo zijn geweest. En behalve dat,
we hebben met Guyana, het zeggen dat Guyana een goede nabuur is, is compleet misplaatst. En het is voor mij onbegrijpelijk dat we daarmee voortgaan. In de diplomatie zelf, wanneer je te maken hebt met een zeg maar een partner die dus niet respectvol naar jou is, dan moet jij ook dat is diplomatisch, ook beginnen te tonen dat ook jij tanden kan hebben. Toch? Want je moet uiteindelijk een balans, een evenwicht weer creëren van waaruit je weer goed kan werken. En dat is niet door te zeggen van, ja, gil maar tegen me, beklad me maar ik ga lekker niets zeggen, ik ga niets van je eisen. Toch? Een van de mooie dingen is dus, tenminste mooi, een van de minimale zaken is dat die ambassadeur was ontboden door de minister ad interim. Dat vond ik een goede ontwikkeling. Maar vervolgens bleek dat er niet is gezegd dat er excuses aangeboden moeten worden of correctie van de uitspraken. Dat is niet geëist. Toch? En tegendeel schijnt het, als we nu weer de Guyanese pers lezen, want die gaan er rustig mee door, dat er is voorgesteld om onderling te gaan zitten en te praten hierover. Waarmee het idee gewekt wordt dat dit wat onze eigen visserijindustrie en mensen, ondernemers in de visserijsector ons aangeven, dat het, en de minister van LVV zelf, dat het wettelijk niet kan, wordt nu toch het idee gewekt alsof men wil gaan zoeken naar mazen ergens om het toch nog mogelijk te maken. Want anders zou je de mensen, want dat is ook diplomatie. Diplomatie is not beating around the bush. Is zeggen, dingen zeggen zoals het is, toch? Op een wijze waarop je die andere in respectvolle situatie probeert geen gezichtsverlies te doen leiden. En dat zou betekenen dat deze regering gewoon aan Guyana moet aangeven dat dit niet mogelijk is. Oké, we gaan terug naar de telefoon. 8781482. En ik heb reeds iemand op de app. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Hallo, goedemiddag. Ja, kan het wat luider alsjeblieft? Ja. Ja, ik had even een vraag aan mevrouw Castillo. Wat wil ik zeggen? Ze zei daarnet ook van, als de president je uitnodigt, dan moet je gaan. Maar de vorige president had er ook uitgenodigd, of haar, tenminste haar partij. Maar de JA91 maakte geen gebruik van. Ze gingen telkens meedoen met de stakingen van de oppositie toen. Toch? Ja, maar nu vindt ze, ja, de president heeft opgeroepen en dan moet je komen, respect hebben voor dat instituut. Niet om wat hoor, maar ik vind dat even een beetje, wel een beetje hypocriet. Maar ja, laat me niet zo zeggen. Maar wat wil ik zeggen, ook nog één. Laten we zeggen, de NDP moet werken met DA 91. Gaat DA 91 werken met de NDP? Want ik denk het niet, want de voorzitter van 8 december, is daar toch, en ik denk niet dat hij mee gaat willen werken. En dat soort dingen houden dit land achter. Toch? Daarom kan Suriname niet vooruit gaan, want 8 december proces, dan dit, dan dat politiek. Dat soort dingen houden het land achter, want die politieke partijen, die mij vindt aan de strijd, die dat onmogelijk volk heeft hier. Dus dat wilde ik al eens zeggen. Mijn mening. Oké, dankjewel. We gaan naar de volgende. Goedemiddag, ik ben er de uitzending. Ja, goedemiddag. Tot Van der San. Oh, ja, meneer Van der San, gaat u gang. Ja, en heer Limburg, u heeft zo even die opmerking gemaakt naar mevrouw Del Castillo toe. Ik heb u uitgenodigd om over de jaarreden te praten. En ik dacht, inderdaad moeten we teruggaan naar de jaarreden. Want inderdaad, alles wat gezegd is interessant, maar is op dit moment niet zo relevant. Vanuit de jaarrede van de president moeten wij evalueren en analyseren waar we staan en waar we naartoe gaan. En u heeft niet zo lang terug een erop gewezen wat de president zou hebben gezegd. En ik wil daarop terugkomen. Waar de president in feite in een wanhoopsdaad de brede politieke ondersteuning vraagt, maar als u dat analyseert, dan vraagt hij dat buiten de coalitie. Dus de brede politieke ondersteuning waarover de president praat, heeft gesproken en vraagt, zoekt hij buiten de coalitie. Dat wat ik gezien heb als een handreiking. Ja, dat wat u gezien heeft als een handreiking. Ja. Zoekt hij buiten de coalitie.
En daarover, dat vind ik een interessant moment. En ik zou graag willen horen hoe mevrouw Castillo daarover denkt. Want als de president dat buiten de coalitie zoekt. En de coalitie zit daar. Wanneer ik praat de coalitie, dat bedoel ik de samenwerkende partijen. De ABOP, NPS. Laten we ons beperken tot de ABOP. En de ABOP begrijpt dat. Dat de president een signaal geeft dat hij niet meer eruit komt. Hij zit vast. Hij zoekt hulp van buitenuit. Want in datzelfde verband zegt hij, we gaan terug, we moeten teruggaan naar april en mei, waarbij wij gesprekken hebben gevoerd. En dit wil ik ook van mevrouw Castillo horen. Welke gesprekken zijn er gevoerd in april, mei en met wie? En over welk onderwerp? Want dan pas kunnen we helder weten waar we naartoe gaan. Is de president nu werkelijk, beseft hij nu werkelijk dat hij aan moest draaien aan een paar botten? En dat hij bereid voor doet dat omdat hij vast is? Dat moeten we uit zijn jaarrede halen om te weten waar we staan. Los van het feit dat hij niets van kiesstelsel heeft gezegd. Waarom heeft hij niets gezegd? Hij kan het niet. Hij zit vast. Want als hij niet vast zat, dan had hij tenminste, want dat is de functie van de jaarrede ook toch, de mensen voorbereiden wat gaat komen in het nieuwjaar, in het komend jaar. En dan had hij alvast tenminste, als hij niet vast zat, dan had hij tenminste een signaal gegeven hoe zijn partij erover denkt, de VAP. En hoe VAP erover denkt, is vastgelegd in een document. Dus die dingen moeten nog niet naar partijpolitiek gaan, want al die verhalen, wat die zaken waarom, de verkiezing is er nog niet. Dus we moeten eerst analyseren waar we staan om verkiezingen te kunnen krijgen, want zolang de president daar zit, kan er geen verkiezing worden gehouden. Ik ben het helemaal met u eens. Dus we moeten dat eerst analyseren om te kijken waar we precies staan. Ja. Wat is het grootste probleem nu in dit land? En de president heeft gesproken en heeft laten blijken dat hij vastzit. Hij doet een wanhoopsdaad. Hij heeft een wanhoopsdaad gepleegd met zijn oproep. Terwijl mensen zeggen, hij heeft dat niet behandeld. Dat is niet relevant. Wat moet hij behandelen? Hij zit vast. Het enige wat ik zeg, ik pleit hem niet vrij. Want hij weet dat hij vastzit. Maar dan moet hij wel eerlijk en openlijk komen en die mensen benaderen waar hij denkt dat er hulp van kan komen. Want dat doet hij dan niet. Hij houdt een mooi verhaal. Terwijl we uit dat verhaal kunnen zien dat hij vastzit. Maar dan moet hij die volgende stap nog doen. Ik hoor graag commentaar van mevrouw Del Castillo. Ja, bedankt. Dank u wel. Eigenlijk is meneer Van der Zand me voor geweest. Want op een gegeven moment heb ik inderdaad ook het gevoel dat... kijk, we zijn begonnen door een paar quotes van de president te laten horen. En ik heb mevrouw Del Castillo gevraagd daarop te reageren. Dus wij gingen ervan uit dat de vragen ook in dat kader gesteld. Dus er heeft nu inderdaad geen zin om te komen vragen met wie u gaat samenwerken. En Susanna, omdat, net wat meneer Van der Zand zei, even een regelaar zijn van kiesregeling. Gaat niemand met elkaar kunnen samenwerken, want dat verkiezing nodig. Isabi, dus dat soort dingen. Er komt een ronde waarbij we inderdaad ook met politieke partijen zullen praten over hun verkiezingscampagne en hun programma. En gaat zo maar door. Dus stel die vraag in het kader van wat gezegd is, dat van de visvergunningen, dat van Guyana, visvergunningen, de koers. Ik heb straks nog een paar quotes. Maar ik wil u wel vragen om mee te werken op dat stuk. Eigenlijk heb ik deze vraag, daarom heb ik die quote laten horen, mevrouw Angelique. Die vraag al gesteld. Maar blijkbaar wil meneer Van der Zand dat u concreter erop ingaat. Ja. Want toen ik dat ding gehoord heb, toen de president het zei, hoe kan de heren van gisteren gevraagd? Het is inderdaad een handreiking. Ja, want kijk, dus daadwerkelijk wat meneer Van der Zand zegt, ik hoorde het ook bij die quote toen je het afspeelde over die brede politiek, dat hij zei vergroten van de partijpolitieke ondersteuning. No? Iets dergelijks zei hij. En ik ben daar toen niet op ingegaan toen ik aan het woord kwam. Het is me ontgaan eigenlijk. Maar daadwerkelijk
kwam bij mij, rees bij mij toen de vraag van, wacht eventjes, wil, zeg je me, je kan me twee dingen zeggen, dat je intern gaat werken aan het veranderen van twee regeringen naar daadwerkelijk één, want tot nu toe hebben we steeds het gevoel gehad dat we twee regeringen hadden, één onder leiding van de vicepresident, één onder leiding van de president. Dus zeg je me dat, dat je intern draagvlak weer gaat verstevigen, iedereen weer de neuzen dezelfde kant op gaat zetten, of zeg je me wat meneer Van der Sand zegt, en wat jij dus ook aan me zegt, ben je bezig om eigenlijk buiten, dus, want hij heeft het ook een moment gehad over het verlaten van de partijpolitieke grenzen, dat heeft hij ook gezegd, dat dat nodig is, een moderne politiek, verlaten van de partijpolitieke grenzen. Zeg je me dat je dus nu eigenlijk appelleert aan, misschien niet alleen andere politieke partijen die niet in het parlement zitten op dit moment, maar ook gewoon aan die bevolking, dat die bevolking jou als president gaat ondersteunen over partijpolitieke grenzen heen, zodat je een draagvlak hebt in die samenleving. Zeg maar dat je echt een soort volkspresident, toch? Dus al is je partij zelf niet eens met wat je doet, maar het volk is het eens. Ja, ja. En daardoor heb je verstevigd in die positie. Dus dat bekroop mij wel, hoor. Dus daadwerkelijk, maar dat heeft hij lange weg. En dat zal heel veel van hem vragen. Heel veel zelfreflectie en zelfkritiek. Maar is dat niet te laat? Dus, weet je dat, ik ga heel eerlijk zijn, Lim. Weet je waarom ik de vraag stel als ik te laat is? Als je kijkt naar de reacties op social media, en niet eens alleen Star News, maar ook op Suriname Herald, de ware tijd, you just name it. Ja, hij heeft alles verspeeld. Ah. Als ik gewoon naar mensen luister die weet je, zelfs diehard VHP'ers, die nu zeggen van, weet je, dit is het niet. En dat zij dat aan iemand zeggen die niet tot hun partij behoort, dat neemt veel, dat weten we. Weet je, als je echt diehard van een partij bent, is het heel moeilijk voor je om aan iemand te zeggen, nee, dit is het niet. Toch? En dus ik ben bang dat het te laat is, maar ik zeg altijd dat het, weet je, ik ben iemand die ervan houdt. Ik zeg, als je de hoop verspilt, heb je de kans op verbetering ook weggegooid. Maar de kans op verbetering is afhankelijk van daadwerkelijk de wil tot verbetering. En dat vraagt die zelfreflectie. En ik moet zeggen dat ik daar een ontzettend gebrek aan zie. Er is geen zelfreflectie, er is geen zelfkritiek. Ook als je naar de jaarreden luistert eigenlijk en naar alles, wordt alles goed gepraat. Mijn tegendeel doet hij soms ook dingen om ons verder te irriteren. Ja, dus het is alsof olie op het vuur gegooid wordt. Precies, olie op het vuur gegooid. Je weet dat mensen dit niet goed vinden en toch doe je het weer. Ja. Weet je, dus ik denk dat hij spreekt zaken uit die hij denkt de mensen het gevoel gaat geven van, hij meent het wel. Hij probeert... Dingen die we willen horen. Precies, en dat hij daar... Hij probeert tijd te kopen eigenlijk. Ja, hij koopt tijd. Want we zijn nu dichter bij de volgende verkiezing dan bij de vorige. Het is de derde jaarrede geweest. Ik weet niet, als we dichterbij zijn, laten we dat even... Maar dat kiesstelsel... Nee, maar dan krijgen we een constitutioneel probleem. En daadwerkelijk heeft meneer Van der Sand gelijk. Het viel mij ook op dat hij het kiesstelsel wel genoemd, maar echt zo als een achteraf opmerking. Ergens tussen drie of vier dingen noemde hij achter elkaar. Zeg, er zijn een aantal zaken die belangrijk zijn te doen. En hij noemde dat kiesstelsel en hij ging door. En verder heeft hij er niets over gezegd. Terwijl het fundamenteel is voor onze democratie. En voor onze, weet je, uitzetten van het beleid, dat komt. Je ziet de minister van Binnenlandse Zaken kon niet eens voortgaan met instituten te installeren. Toch? Die voor die verkiezing moeten voorbereiden. Dat betekent dat we een gigantisch probleem kunnen hebben uiteindelijk. Oké, mensen, houdt u even aan, want ik had een halve afspraak met de minister van Onderwijs, mevrouw Levens. En terwijl meneer Van der Zand aan de telefoon was, belde de minister mij. En we moeten ook straks een break hebben voor een tweetal advertenties. Even kijken als ik die minister kan bereiken. Hoor. Ik heb een probleem met mijn telefoon. Ik kan alleen op speakerphone praten. Hi minister, u belde me daarnet. Ja, ik heb geschreven dat ik u om 4:00 zou bellen. Of kan het later in de middag? Ik heb hier mevrouw Del Castillo.
Maakt u niet uit, kan ik u aan het eind van het programma, het zou goed zijn om daarmee af te sluiten als u ons aan het eind een statement kon geven. Abong, goed, dat bellen we. Ja, ongeveer 4:15, hooguit. Oké, okay, Abong, ai, doei, doei. Ja, dat is de minister van Onderwijs die... maar ik hou de mensen te lang op. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag, tot Jerry. Ja, Jerry. Ja, en, ik heb een vraag voor mevrouw Castillo. En, maar ik zou even een halve minuutje even willen inleiden snel. Kijk, na de verkiezingswinst van de VAP, dan heeft Chan, is Chan uitgekomen. Hè? En ik kan je eerlijk zeggen, hij heeft zeer overtuigend gesproken. Bijna kan ik zeggen, amalo me. Ik vond van, Akel die stof, Akel die straat. Toch, zo overtuigend. En het heeft me gespeten dat ik niet op de VAP gestemd had. Dus wat ik wil aangeven, hij was toen, eerlijk gezegd, de meest geliefde persoon van mij. Ik zag van, Amazon zitten werkelijk. En nu, ik hoop dat ik dat mag zeggen, is hij de meest gehate persoon. En dat heeft te maken met die vraag die ik nu ga stellen aan mevrouw Castillo. Ik ben voor het eerst naar de stembus geweest op mijn 20ste jaar. Ik heb altijd ter goeder trouw gestemd. Ik heb alle regeringen ondersteund, wie daar ook. En nu maar op 60. Wat voor garantie heeft mevrouw Castillo voor mij zonder ten... dat even gebruik te maken van haar, wat ze ook op vlotte babbel. En dat, misschien moet ik er zeggen, zij is de vooraanstaand in mijn hoofd om verder te stemmen. Maar ze praat vlot, omdat ze vlot praat. Maar Jan had dat ook. Oké, okay, ik vergelijk ze niet, maar wat voor garantie heeft ze me? Hoe gaat ze me kunnen overtuigen dat ik op mijn 80ste, 2 dagen voordat ik dood ga, niet te horen had krijgen van, er is licht in de tunnel. Pamie Beren heeft het tijarim straks en zo. Maar in feite heb ik het. Sinds ik de eerste keer naar de stembus was geweest, heb ik het gedaan. Dan gaan we nu weg, toch? Ik ga je zeggen, nu ben ik bezig met dat tuin waar ik mee doe. Ik kreeg mijn tuin en dat tuin mijn bel. Dus dat is mijn vraag. Dank je wel. Oké, okay, even komen. Dank je wel, beller. Dat was de eerste beller in deze ronde. De lijn is weer vrij. En dan kunt u reageren. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, meneer Lembo. Nama profeet. Voor Abra Broodje. Ja, profeet. Meneer Lembo. Uno le konma, uno mdule kuno se brudu da pere. Uno muse kjara folo go bay ting fouru exiere. Isabito, kwan me arku bumbu fasi. Usap taki mananga kotaki masa abiskult a dorosei kondre. No mak kosto in na parlement etek bigi fengsi in na parlement. Ma tok dema etek dema abistraf blat a dorosei. Ma tok dema etek a amoro hei posisi ba kondre. Da tok wefu di dat demandati. Da uwanta kondre mus wakabung. Isabi tok. Dus unom char apollo go by thing for exi isabito u horu principal for musoru principal one me arkunu abu manelembo dat ben bijdrage. Okido, dankjewel. Goedemiddag, u bent in de uitzending, we luisteren naar u. Hallo, ja, goedemiddag Ryan Almeer. Hallo. Ja, ga u gang, wel luisteren. Ja, goedemiddag mevrouw Del Castillo. Weet je wat dat ding is? Kijk, van huis uit weten ieder dat DA91 eigenlijk een soort van elitepartij is. Ik weet niet hoe het nu is, maar daarvoor was DA91 een elitepartij, toch? Van daaruit heeft hij ook als het ware een bepaald politiek gevoerd richting bepaalde partijen. Kijk, ik heb u de laatste tijden gevolgd en uw analyses zijn altijd scherp. We weten allemaal dat de beste stuurlijn ook altijd aan wal staan, toch?
Nee, het is geen sneer naar u toe, hoor. Maar mijn advies zou zijn, toch, dat er nu, daar u zo bezig bent, dat u andere vrouwen moet gaan interesseren of gaan betrekken in uw denkwijze. Ik heb 5 vrouwen op een lijst staan die de topposities van Suriname nu moeten gaan innemen. Ik vind dat vrouwen nu aan het hoofd van het land moeten gaan staan. Toch? Het is een soort van tip aan u, toch? Dat u misschien, dat ik ben begonnen met uw partij een beleid, toch? Dat u misschien daarvan zou moeten gaan afstappen, toch? Om andere vrouwen van andere partijen te gaan interesseren. Want we zijn nu toch lopende naar de verkiezingen toe. Toch willen wij toch wel weten wat de programma zal zijn, of regeerprogramma zal zijn van politieke partijen. Toch? En als u dat kan bewerkstelligen en die 5 vrouwen kan interesseren met u mee te gaan, dan is dat een garantie, toch, dat u als winnaar uit de bus komt. Maar als ik het nu moet zeggen, als u zo doorgaat alleen, toch, dan weet u dat u helemaal niks haalt zoals de afgelopen verkiezingen. Het klinkt misschien een beetje sneu, maar dat is mijn denkwijze en het is, de geschiedenis is ook daar. Dus mijn advies naar u toe, toch? Ik weet niet als ik die namen van die vrouwen voor u moet gaan noemen, maar als u dat kan bewerkstelligen, dat dan zijn, weet u dat, dat u zijn, succes zal gaan halen. Dat zijn vrouwen van DA 91 of van andere partijen? Van andere partijen. Ja. Toch? Nou, ik praat niet meer over mannen. Die mannen hebben hun kans gehad, het is zat geweest. Toch? Dus ik denk dat vrouwen nu aan het roer moeten gaan staan van het land. Nou moet ik eerlijk zeggen, wat is je naam ook alweer, Dave, no? Ryan. Ryan. Ja. Nou moet ik eerlijk zeggen dat er een activiteit was van die 91, ik dacht deze week. Gisteravond. Gisteren, no? Mm-hmm. En je weet, wij kregen persberichten van politieke partijen, toch, Ryan? Ja, ja. En wij van de radio hebben soms of vaker meer behoefte aan een interview dan om een persbericht te lezen. Dus ja, toen ik mevrouw Del Castillo belde voor dat interview, toen heeft zij tegen mij gezegd, hetzelfde wat ik jou nu hoor zeggen, ze heeft gezegd, er zijn ook andere mensen en andere vrouwen in de partij. Dus toen heeft ze me iemand anders voorgesteld voor dat interview. Oh, oké. Okay. Dat interview was niet in Bakanatori, maar het was in het nieuws. Ja, oh, mevrouw Del Castillo. Ja. Uh-huh. Dat was mevrouw... mevrouw Ceres, Merlin Ceres. Mm. Oh, maar dat heb ik misschien niet gevolgd. Maar die namen ken ik niet. Ik heb andere namen. Het zijn vrouwen die nu ook al actief zijn. Of 2 tenminste zijn nog actief. Oké, noem die 5 namen, laten we horen. Is mevrouw... ooit zo weer een Jesseren van nee, geen Jesseren. Mijn god, hoe die vrouw van de NDP? Je hebt me bijna laten verslikken. Sorry. Die vrouw van de NDP, mijn god, ik ben de naam kwijt. Maar Ednel is 1. Mevrouw Weidenbos, die is van staal, dus die zal u ook erbij moeten halen. Mevrouw Weinerman, die is ook eentje. U bent de 4e. En mevrouw, die voorzitter was van Jenny de Simons. Assemblée. Jenny Simons, ja. Die 5 vrouwen moeten de topposities gaan innemen van Suriname nu. Toch, want ik weet dat vrouwen hun werk zullen gaan doen. En weet je waarom dat voor mij ook belangrijk is? Omdat de vervolging van die mensen die nu aan bewind zijn, toch, in gang gezet moet worden. Die mensen mogen niet vrijkomen. We zitten nog te slapen, omdat die mensen nu bezig zijn, toch, toch hun fundering te zitten voor later, want ze weten dat ze nooit meer terugkomen. Dus we moeten nu werk gaan maken dat we ze nu naar huis sturen. We kunnen niet meer blijven praten. Ik ben niet geïnteresseerd in jaarreden en dat soort dingen. Ik ben geïnteresseerd in hoe kunnen wij deze mensen morgen al naar huis sturen. Dat is belangrijk. Maar je moet je kiesstelsel eerst in orde maken, vriend. Dus daar is zo ja, weet ik. Uitgelegd. Ja, weet ik. Dat weet ik. Maar als we nog blijven wachten, want van de regering komt er niks. We horen niks van de regering en we blijven wachten. Dan wanneer wordt dat bewerkstelligd dan? Dus als we ze nu thuis zetten, kunnen we dan ook werk daarvan gaan maken, toch, met een kabinet. Hoe noemt men dat? Een soort van zakenkabinet. Dat kan toch ook zo?
toch? Maar we kunnen niet blijven wachten op de regering, want ze weten, als er niks gebeurt, blijven ze maar zitten. Dus wij moeten ze naar huis sturen om dat in gang te brengen. Dat was mijn bijdrage, dus succes. Oké, okay, dankjewel. Dus eigenlijk zegt die man waar ik bang voor ben, want ik zou juist proberen om de mensen terug te brengen naar dat van de jaren. Maar blijkbaar heeft men geen belangstelling daarvoor. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Hallo? Ja, middag. Hey, Lembo. Luko moet ik mijn maat die maat aan mij zo maar moet ik ons aan aan mij. Ik zou dat niet bedaan, is er als voorzitter toch, Lembo? Hij maar argi nou, iemand maar bel me bij de uitzending. Ja, mina rooie, nou, ik bedaan, is er als voorzitter. Ik zou zo maar naar vrouw toch, ik ook. En ik wou koos positie in poten, Luko merkt. Nou, mevrouw Castillo, nou vertrouwen, zijn vreemd. Toen jaar als nog, maar dus, als dat ik aan go, vijagen, met amangoe. Oké, mijn tak nog mooi, nog langer. Maar mijn bij begrijp als aan voor SRS. Maar goed. Nee, omdat zij de moeder molek hier zeiden. No, Abraham Roji, mijn tak aan mij. Ik zou zeggen met mijn tak aan SRS. Ik zou daar maar met de minister toch. Je zegt met dat van mij, Amam Arokata, maar de Arkinoti. No, in om Arkaman, in om dat nama zei. Amam Goe. Oké. Met dat nama zei. Nou. Met dat nama zei. Nou. Misschien zou je zou je eerder geliefd zijn, no? Goedemiddag, je bent in de uitzending. Middag, Michael. Rosicatio, ja. Goedemiddag. Dus jij wil ook niet over jaarrieden praten? Over jaarrieden ga ik praten, maar ik ga redenen trekken tegelijkertijd. Oké, okay, goeiedag. ik wil mevrouw Decatio praten. Ik ben niet blind om te praten over vrouwen alleen. Maar mevrouw Decatio, er zijn mensen binnen uw partij die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd in het verleden. Waarom zien we ze niet meer? Zeker voor wat de jaarrede betreft, weet ik, ik kan het vanuit mijn positie zeker zeggen, want ik ben heel dicht bij uw partij geweest. Dus ik weet dat er mensen zijn met een bepaalde capaciteit die de jaarrede op zijn manier kunnen beoordelen. Dat is waar blijven die mensen? Ik zie ze niet. Ik noem gewoon een naam. Ik doe gewoon niet van namen, maar ik noem gewoon een naam. De ex-minister van Plos, minister van Ravenswaai. Ik zie hem niet. Komende op dat punt van die situatie van dat we geen verkiezingen zullen krijgen als de kiesstelsel niet veranderd is. Mevrouw, u bent in de oppositie, hoe u draait of keert. U bent niet misschien fysiek aanwezig, maar u bent in de oppositie. Niet vertegenwoordigd in de DNA. Wat zou u, of heeft u eraan gedacht? U heeft een presentatie gehouden met enkele deskundigen in uw partijgebouw. Wat heeft u daarna gedaan om positionele partijen en misschien coalitiemensen bij in te krijgen om iets in elkaar te timmeren, wat zij kunnen een initiatiefwet indienen, om dat alsnog te kunnen doen zonder te wachten op de regering? Want wat op de regering we verliezen tijd. En als wij dat weten dat dat zo is, waarom wachten we nog? Laten we initiatieven nu wat over de keer. Ik ga je maar een gek voorbeeld geven. De regering is aangetreden en men heeft aan de mensen van het binnenland en de tribale volken beloofd dat zij hen zou kofferen wat die wet betreft voor wat het binnenland betreft. Ik ben er niet mee helemaal eens hoor, want als je naar Frans-Guyana gaat, is de wet duidelijk daar. Niemand heeft. Alles is van iedereen. Maar we gaan werken met Suriname. Men gaat de wet maken voor de mensen. En de vorige regering heeft een concept uitgegeven. En er is geld er tegenaan gegooid. En de huidige regering die vindt het niet nodig om dat te waarderen. En die gaat dat andere maken. Waardoor er twee wetten nu zijn die behandeld moeten worden. Misschien is dat ook de bedoeling van het initiatiefwet in verband met het kiesstelsel. Misschien moet dat gebeuren, waardoor we de regering gaan tegen om haast te maken om die van hun in te dienen. Goedemiddag. Oké, okay, dankjewel. Dat is duidelijk 547330. Goedemiddag, u bent er uitzending. Ja, goedemiddag. Ik heb snel een vraag voor mevrouw Castillo, de heer Koeman. Waarom noemt men, waarom is het segment dat die in een gegeven om partij is van de elite? Kan mevrouw Castillo daarop antwoord geven? En wat een president, een reden, wat ik heb niet gehoord van sociale rechtvaardigheid daarin.
En waarom gelooft men ook niet meer in de bestaande politieke partijen tegenwoordig? Het gros van die samenleving tegenwoordig, tenminste. Je hebt pas aangezet je radio? Nee, ik luister al een tijdje, maar ik kan geen verbinding vinden. Dus mijn vraag is, waarom men niet in de bestaande een politieke partij tegenwoordig? Ja, waarom gelooft men ook niet in DA 91? Men zegt dat het altijd een elite partij is geweest. Laten we daarop antwoord geven. Ja, ik heb gevraagd als je... Ik heb gevraagd als je net hebt aangezet... Nee, omdat de vraag over elitepartij aan het begin reeds gesteld is. Maar goed, misschien kan ze het weer herhalen. Oké, laat het even weer voor mij herhalen, want het is niet duidelijk, het is niet correct voor mij. Oké, dankjewel, blijf luisteren. Ik kan nog veel praten, maar mijn naam is voorbeeld. Oké, doei. 547-330 is het nummer waarop je dus contact kunt krijgen met de studio. Mevrouw Del Castillo zit hier, de mensen hebben... En dat zegt al genoeg, hè, mevrouw Del Castillo. Maar nou, aantak, ja, Rieden, Tony. Ja, dat zegt een heleboel. Dat zegt echt dat het zijn nut eigenlijk verliest, hè. Want ja. Mensen luisteren er niet naar. En dat is jammer, want het is een grondwettelijke opdracht, hè. Ja. En het heeft een doel, toch? Het zou daadwerkelijk, zoals meneer Van der Sand zei, richting moeten geven waar we zijn en waar we naartoe gaan. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag. Hallo. Geen antwoord. U kunt de vraag beantwoorden. Ja, oké. Ik zag meneer Jerry, hè, die had gevraagd wat voor garanties ik hem kan geven. Nou kijk, mijn moeder heeft me altijd geleerd, het staat niet op iemands voorhoofd geschreven wat die persoon gaat doen. Maar waar je wel, hoe noem je dat, laat me even een slokje nemen. Dat is gek. En toch kwam die hoest. Ja, waar je wel je oordeel op moet vellen, is op, hoe noem je dat? Eigenlijk, wat de persoon heeft gedaan in de positie waarin we nu verkeren. En ik zeg altijd, kijk, we zijn buitenparlementair. Op sommige momenten kunnen we daar heel ongelukkig over zijn, wanneer we horen hoe het bijvoorbeeld in het parlement iets beargumenteerd wordt. En we denken, jeetje, als we daar nu waren, dan zouden we dit zeggen en dat doen. En misschien toch een verschil maken. Maar aan de andere kant zeg ik, het is goed dat we buitenparlementair zijn. En mensen zien dat we onze standaarden vasthouden. Ondanks we niet in de positie zijn. Ten eerste komen we als partij, zijn we heel actief. We zijn nooit gestopt. De verkiezing is geëindigd, is 25 mei 2020 gehouden. Maar vanaf na de verkiezing, binnen 2-3 weken na de verkiezing, hoorde men weer van ons. En we zijn niet alleen dat we praten, we doen ook. We zijn met mensen bezig, we trainen mensen, we gaan op bezoek in districten en in buurten. Waar we kunnen, bieden we ook sociale ondersteuning, want mensen hebben het heel moeilijk in ons land. Weet je, dus we doen alles alsof we al in een positie verkeren om daadwerkelijk verschil te maken. We kunnen jammer genoeg alleen het verschil niet nationaal maken. Dus ik hoop, ik kan niet meer dan dat, dat men die acties en handel van ons volgt en beseft van, kijk, wanneer een partij in het parlement zit en van daaruit, een training organiseert of wat, dan moet je vanuit gaan hoeveel financiën en andere middelen zij ter beschikking hebben. Wij zijn daar niet en nochtans doen we dat. Die masterclass bijvoorbeeld die we gaan doen, we maken geen politiek onderscheid. We hebben niet gezegd, mensen hun politieke kleur moeten doorgeven. Je registreert, iedereen registreert en mag meedoen. Omdat we zeggen, we doen het voor alle Surinamers. En we in ons bestuur screenen we al onze mensen die komen. We zorgen dat, ik dacht dat de profeet dat zei, geen mensen met strafblad, et cetera. Dat zijn de standaarden die we ook in een regering willen zien. Dus we proberen als partij nu al te tonen wie we zijn, nu we niet in de regering zijn, niet eens in het parlement zijn. En ons streven daarmee is dat men daaraan herkent, van als we nu zo ons opstellen. Want kijk, er zijn een aantal partijen en personen, politiek geëngageerde personen, en ik ga absoluut geen namen noemen, maar er zijn een aantal mensen van wie je vanaf de verkiezing voorbij is, niets meer hoort. En waarom hoor je niets meer? Soms omdat ze je gewoon zeggen, ja, wanneer die verkiezing voor de deur is, dan ga ik het weer doen, nu ga ik mijn geld verdienen. Ze zijn klaar met die samenleving. Ze focussen op zichzelf, toch? En dan gaan ze over 3 maanden, 6 maanden voor de verkiezing, gaan ze plotseling weer naar buiten komen en mensen oproepen om op ze te stemmen. En voor mij geeft dat duidelijk aan dat je dus geen
politieke partij bent die daadwerkelijk de visie heeft dat je continu moet bijdragen aan een beter Suriname. Maar het is ook prijzenswaardig dat jullie, kijk, meneer Van der Sanne heeft ook een inleiding verzorgd. Ja. Hij was directeur op het kabinet van de president, de vorige president. Ja. Maar het is prijzenswaardig dat jullie dus zeggen van, los daarvan hebben wij hem gevraagd op basis van zijn deskundigheid. Precies, want wij, dus precies. En dat dus, ja, dat we leven onze principes. We proberen die principes te leven en zichtbaar te maken op deze wijze. Deskundigheid is wat ook in een regering moet leiden, toch? En niet partij met politieke kleur. Van ja, if Anomie partij daarna komt, dan neem ik liever iemand die minder weet, maar is van de partij. De deskundigheid. En dat ook bij onze lezingen. En ik moet zeggen dat we ook wel blij zijn dat we merken dat wanneer we deze personen in onze samenleving aanschrijven of aanroepen om hun deskundigheid met ons te delen, dat ze over het algemeen bereid zijn. En dat zeg ik ook. Weet je, behalve dat we hebben ook bij de masterclass ook heel positief gezien, dat Surinamers zoeken naar kennis. Want ik kan je zeggen, Lim, het loopt storm. We gaan misschien straks het moeten afsluiten, omdat we niet zoveel Zoom-links gaan kunnen delen. Maar de mensen willen leren, weet je. En precies zo willen de Surinamers die kennis en deskundigheid het ook delen. Je moet ze alleen uitnodigen. Wij als partij zeggen ook dit moment nu voor ons. Alles wat we doen is voor ons ook een oefening. Zo hoe we het in het beleid gaan moeten uitoefenen. We maken daarom ook geen grap bijvoorbeeld met onze financiële verslagen, et cetera. We oefenen, want ik zeg je Lim, omdat we in onze politieke partijen een beetje losjes gaan over dit soort dingen, dan ontwikkel je zeker karakter. Krijg je regeermacht, denk je dat het van de een op de andere dag verandert? Het verandert niet meer. Ik zeg aan al onze bestuursleden en kaderleden, dit is onze leerschool. Daarom moeten we nu, we niet in de regering zijn, moeten we het volk ons leren kennen. En dat van die elitepartij zal ik direct meenemen weer voor die meneer. Ik heb een beetje last van een vervelende hoest ineens. Maar ik zeg al, ten eerste, mensen vragen mij, aan mij, is D21, waarom is D21 geen elitepartij? Komt daar geen zo? Mij nooit nog je D21 elitepartij. Toch? Dus ik kan niet voor jou verklaren waarom jij het als elite ziet. Bovendien, heeft je Luca wordt elite. Hij wordt elite meestal in het verleden, dus de Bakrasma betak elite, Fusmasa Stuka. Dan hebben ze een zeker status in die samenleving. Voor lichtgekleurde mensen. Niet per se lichtgekleurde. Alles maar zijn bij Chapapira, ben dit de elite van maatschappij. Toch? Ik ben Abruinsma, Lichtikloroesma, alle soorten. Maar jij bent wat mooi zijn ook toelem. Alla Kloroesma Nasranaman. Toch? Dus als je op een partij peesje voeren doen roesma, nou is er een partij. Peesje voeren oranjesma, nou is er een partij. Deze elektriek, nou is er een man. En dat nou is dan zou misschien ook toe. Alles maar aan semleti. A kleur voor adorosefie skin. A dat niet bepaald zo maar naar jou. Mereenom, ik kan kwalijk even dat het zijn ook Surinamers. No, dat nou een trap, dat je tjamitak een trapisie. Im aba balans en im hoor im luku i aba deskundigheid moksi in alla den kloru fa kondre. Dus shi asan dat ook toe. Dus hoor rekening. Dus het zijn inderdaad Surinamers. Na Suriname. Er zijn andere Surinamers. Er zijn ook, en als idee noemen kon, dat na zo wan types man na Suriname. Ja. Dat na san zou moes hoor a omkenking. Omkenking, ja. Dus wat betreft a elite, daarom altijd met taigisma. Elite sma eluku ook to sma sa ap money. Wel, if un kar sma sa ap money elite, dan no de ja 91. Want a voorzitter schreef in Rijwa auto voor 20 jaar oud keba. A no groot uitvoering, na volgens mij, want a begin van de jaren 90 a auto dis mickey. Dus de eluku de auto voor 2021, 2022, gouden uitvoering. Sma sa ap 60 erko na de osso na de sandatit. Dat is go luku de elite dan. En dat is wat je in de neemt. Je hebt een partijcentrum dat je in een parkeergarage of ding. A voeren naar alle de dier auto. En dat is wat je in de neemt. Maar het probleem is dat je en dan maakt uit of je op money, of je no op money, of je stuka, of je no stuka. Asana sa je chayni ati. Sa je faye denki. If je denki krinsani, dan maakt uit suma na you. Toch? Dat in aba okasi voor kenka kondre disi voor tromoro betre. Dus na afas dat die luka sani. Luk den sani lek den smatak na elite partij, na chim partij.
sa im luku na a programma na nga desma sa knap baka programma na nga a okasi sa partij GU fu skoroi srefi fu tak na nga deng fu leer sabi deng toch en fu tek wan wan presi in a partij fu yep den tjara kenki kong en even na dat je luku dan na dea 91 da yu sref kan tron wanf den man of umasma sa aba denki sa aba fasi fu tjara kenki kong. Oké, okay, mevrouw Del Castillo, we gaan opbreken. Ik heb nog meneer Jones en ik heb nog de minister van Onderwijs. It was nice to have you here. Ik wil nog één ding aan Ryan zeggen over die vrouwen. Volgens mij heeft iemand die vraag gesteld. Wat hebben jullie gedaan? Want het initiatief is mooi mm-hmm. om die lezing te houden voor het kiesstelsel. Ja, dus Ryan was het volgens mij. Was Ryan, no? Ja, volgens mij. What happened in between? Of na Ryan. Ja, het was mooi. Ja, dus omdat... Het voorstel voor Tjaden Partij komt voor Tekwa Initiatief, dat hebben wij ook al in overweging genomen. Maar op het parlement en in onze visie moeten we als eerste... Wij zijn al lang voor het Constitutioneel Hof, waren we al bezig met het parlement hierover. Vanaf deze regering is aangetreden, hebben we verschillende gesprekken met de leiding van het parlement gehad en ook verschillende documentatie naar ze gestuurd. Dus de uitspraak van het Constitutioneel Hof heeft ons voornemen alleen versterkt. Nu is het dus daadwerkelijk tijd dat er actie ondernomen wordt. En dit voorstel om partijen bijeen te brengen. Ik moet ook zeggen dat het ook heel mooi was om te zien dat bij die publieke discussie die we hadden, ook andere politieke partijen aanwezig waren. Dus er is denk ik wel animo om tot iets te komen waarbij je als groep de pressie gaat leggen. Want dat is wat nodig is. Heel snel. De pressie moet gelegd worden. En dat van een initiatiefwet... Dat moeten we zeker meenemen. Omdat je op een of andere manier... Kijk, het is moeilijk hazen vangen met deze mensen die daar zijn. Weet je, een volgzame coalitie. Weet je, en een president die het alleen in passing zegt. En al die verschillende agendas qua kiesstelsel. Dus we gaan de pressie moeten verhogen. En daarvoor gaan we alle andere burgers nodig hebben. Die vinden, en die zijn ook in politieke partijen... Die vinden dat dit moet gebeuren. Dus de volgende stap mag men op korte termijn verwachten in oktober. En dan, ik had je het volgens mij eerder al gezegd toen ik hier was in de retrospectie. Mm. Dan zullen we daar ook wel rugbaarheid geven. Want één ding hebben we wel geleerd, Lim. In politiek in Suriname, if you no sit as an helemaal eten no taki. Want if you taki da, you no sit eten, we zien het ook bij die regering, dan wek je alleen teleurstelling op. Ja, ja, we zitten. Mm-hmm. Mevrouw Del Castillo, veel succes met DA 91. Bedankt voor het willen komen. Eigenlijk had ik meer verwacht in die zin dat... Kijk, het is altijd leuk als regeringsmensen er zijn, toch? Maar in Bromono, het is wel jammer, hè? Dat men, is jammer, want ik ga die discussie niet uit de weg. Toch? En net wat ik zeg, politiek is niet op de persoon spelen. Het gaat om de feiten, het gaat om de zaken. Het gaat om, weet je, om de issues. En die moet je het debat niet schuwen. Zeg ik altijd, want dat is voor een gezonde democratie gewoon noodzakelijk. Dank u wel voor het willen komen. Veel succes met die organisatie.